Hallelujah. Hallelujah. We have been dealing with visions. We hebben visioenen behandeld. Vision. Visioen. And we are still there. En daar zijn we nog steeds. We are still there. We zijn nog steeds daar. And I told you that. En ik heb u gezegd dat. The word vision. Het woord visioen. Which means ra, it means to see. Wat betekent ra? Het betekent om te zien. It is important. Het is belangrijk that you understand what it means. Dat u ook weet wat het betekent. It means oracle. Het betekent orakel. An oracle is a prophet. En een orakel is een profeet. And a prophet is the one that speaks the word of God. En een profeet is degene die het woord van God spreekt. By inspiration. Door inspiratie. Now, if I want you to see, en als ik wil dus dat u ziet, I will tell you, dan zal ik u vertellen. Let's go to McDonald's. Laten we naar McDonald's gaan. When I say McDonald's, en ik zeg McDonald's, what happened? Wat gebeurt er dan? What? It creates a vision. It creates. Dan creëert het een beeld. It creates a vision. So words. Dus woorden. Create sight. Creëren zicht. It makes you see. En het laat u dus zien. Hallelujah. Words create sight. Woorden creëren zicht. I pray that they check the door so that the kids don't keep ringing the bell. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, it is important. Dus het is belangrijk. That we understand where we are going. Dat we ook begrijpen waar we naartoe gaan. This year we had this year. En dit jaar hadden we. Because for a farmer to receive a harvest. Want voor een boer om oogst ontvangen. There's something he does first. Is er iets wat hij eerst doet? He plants seeds. Is dat hij eerst zaden plant? In the ground. In de grond. And that is our 31 days of prophecy. En dat was onze 31 dagen van profetie. That has to do with prayer and fasting. Wat te maken had met gebed en vasten. We fasted for 31 days. We hebben 31 dagen lang gevast. And the last day none of us ate anything. En de laatste dag heeft er niemand van ons gegeten. We have been planting seeds. En daarmee hebben we zaden geplant. Now we need to see the harvest. Waarvan we de oogst moeten terugzien. Is somebody getting me? Begrijpt iemand mij? And for you to see the harvest. En voor u om de oogst te zien. You must have a clear picture. Moet u een helder beeld hebben. Of what you want to see. Van wat u wilt zien. And you cannot have a picture. En u kan niet een beeld hebben. Without receiving a word. Zonder een woord te hebben ontvangen. The word that you receive. Het woord dat u heeft ontvangen. As prophecies. Heeft als profetie. Have become the picture that you are looking at. Zijn nu het plaatje geworden waar u naar kijkt. There are certain things that you must do. Maar er zijn bepaalde dingen die u moet doen. To see the manifestation of the word. Om de manifestatie van het woord te kunnen zien. One of it. Eén daarvan is, you have to be intimate with the word. Is dat u intiem moet zijn met het woord. Say intimate. Zeg intiem. Say intimate. Zeg intiem. We all, wij allemaal, are a product, zijn een product of intimacy. Van intimiteit. You are only here today. U bent alleen hier vandaag. Sitting vandaag, in this room. En in deze ruimte. Because zitten, your father and your mother came together. Omdat uw vader en uw moeder samen zijn gekomen. If they never came together, als ze nooit waren samengekomen, you will never be born. Was u nooit geboren. Hallelujah. So, if you want to see a vision come to pass. Dus als u een visie tot stand wil zien komen. You must be intimate with God. Moet u intiem zijn met God. The next thing. Het volgende. After that. Nadien. You must allow God. Is dat je moet toestaan dat God. To develop you. Je ontwikkelt. Say development. Zeg ontwikkeling. Say development. Zeg ontwikkeling. And we discover. En we hebben ontdekt. Spiritual development. Dat the Bible says ontdekking. We are his workmanship. De Bijbel zegt dat wij zijn maaksels zijn. Created in Christ. Geschapen in Christus. Unto good works. Tot goede werken. Now watch this. Today I want to leave something with you. En vandaag wil that ik iets will make bij u the laten. Word of God easy. Wat het woord van God makkelijk maakt. Say easy. Zeg makkelijk. We don't need to be always stressing ourselves about when it comes to the Bible. The Bible is easy. De Bijbel is makkelijk. Dus and it's very easy to follow God. Het is heel makkelijk juist om God te kunnen volgen. Somebody said to me, everything for you is easy. En iemand zei, ja, maar alles voor u is makkelijk. Did God told me it's difficult. Hij heeft God me dan gezegd dat het moeilijk is. So why should I go about saying it's difficult? Dus waarom moet ik zeggen dat het moeilijk is dan? So see something. Dus laten we iets zien. Now true intimacy. Nu door intimiteit. Something happens. Gebeurt er iets. Something is conceived. Er wordt iets bevrucht. A baby. Een baby. Is in the womb. Is in de baarmoeder. Say a baby. Zeg een baby.
Now there is something that happens. En er is dus iets wat gebeurt. When a baby is in the womb. Wanneer er een baby in de baarmoeder zit. The baby begins to develop. Nu begint de baby te ontwikkelen. As the baby begins to develop. En terwijl de baby ontwikkelt. There is something. Is er iets that happens wat gebeurt in every phase in elke that fase the baby is developing, dat de baby groeit, that the mother dat de moeder begin to stretch out, begint uit te rekken. Now that is your faith. En dat is uw geloof. I know I didn't tell the people. Ik weet dat ik de mensen niet heb verteld. I was just giving them practical examples. Maar ik gaf ze praktische voorbeelden. How to stretch yourself. Van hoe u zelf op te rekken. I was telling them how God stretched me. Ik vertelde hun hoe God mij heeft opgerekt. But all the things God was doing. Maar al de dingen die God deed. Was my faith he was dealing with. Was mijn geloof waar hij mee handelde. Stretch is not like God is demanding something from you that you cannot do. But it's something you are not used to. And that has to do with believing God in the gray areas. En oprekken heeft niet te maken dat God iets van u vraagt wat u niet kan doen, maar dat u God vertrouwt op al die grijze gebieden. Isaiah 54 vers 2 says. Jesaja 54 vers 2 zegt. Did we add one of these prophecies? Oh, yes. Okay. Yes. He said, enlarge the place of thy tent. Let them stretch forth. Stretch forth the curtains of thine habitation. Spare not, lengthen thy cords and strengthen thy stakes. But he said, stretch it forth. Hij zegt, span het wijd uit. How can you go about hoe kan je looking nou for a big building op zoek naar een groot gebouw without a word? Zonder een woord te hebben. You were used to staying in a one-room house. U was gewend aan een eenkamerhuisje. Now God said, nu zegt God, don't go look for a one-room ga house. Niet op zoek naar een eenkamerwoning. I know. Ik weet you used to pay dat je betaalde 800 euro. 800 euro. But now, maar nu go for a four bedroom. Ga op zoek naar een vierslaapkamerwoning. En kijk your eens, rent uw huur can be 2000. Kan 2000 and then you zijn. Are telling God, en dan zeg je tegen God, nee, ik heb het niet. That is a stretch. En dat is dus die uitrekking. Until totdat you take the step u de stap bijneemt, God will not give you the money. Zal God u niet het geld geven. Stretch means doing things you are not used to. Uitstrekken betekent dat je dingen doet waar je niet gewend that aan was. Maar dat je daar God voor vertrouwt. To do what he promised. Om te kunnen doen wat hij beloofd heeft. You are not the one. U bent niet degene. To make the word come to pass. Om het woord tot stand te laten komen. It is God. Het is God. Your duty. Uw taak is to respond to what he said. Om te reageren op wat hij zegt. But most of the time. Maar vaak. We reason. Gaan wij het beredeneren. For example. Bijvoorbeeld. 2 Kings. 2 Koningen. Chapter number 5. Hoofdstuk 5. Get there for me. Laten we daar naartoe gaan. Verse 11. Vers 11. How many of you are still in this room? Hoeveel van u zijn nog steeds in deze ruimte? Somebody say, are you always this hot? En iemand yes. zegt, bent u altijd zo vurig? Ja. Yes. Ja. When you are full of the word, you are always hot. Wanneer u vol bent van het woord, bent u altijd vurig. Any person that have the word of God in him is always bold. Elke persoon die het woord van God in zich heeft zal altijd vrijmoedig zijn. You can't be bold without the word. Want je kan namelijk niet vrijmoedig zijn zonder het woord. Is understanding of the word. Want vrijmoedigheid is het inzicht hebben van het woord. The Bible says. De Bijbel zegt. Ben Naaman was angry. Now for you to understand. Go. To the first verse. En voor u om dit te begrijpen, dat Naaman heel erg kwaad was. Zeg stretch. Zeg uitrekken. Somebody stretch. Zeg uitrekken. We now service worship center. Go look for a building. God did not say look for a smaller one. He said look for a bigger one. Then you are saying, how are we going to pay the rent? God said that's not what I said. I said look for a bigger one. En God zegt ga op zoek naar een groter gebouw. Ja, dan moet je niet gaan nadenken hoe de huur te betalen. Maar God zegt ga daarna op zoek. Uitstrekking. Stretch. Rekking. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master. An honorable
Because by him, the Lord had given deliverance unto Syria. He did not even know. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. Mm. He had an issue. Nou, het is een probleem. The reason why you have to stretch because your issue must change. De reden waarom je moet uitstrekken is omdat je probleem moet veranderen. The reason. De reden. Why God says stretch. Waarom God zegt strek je you uit. You see the pregnant woman. En je ziet die zwangere vrouw. The baby vrouw, is taking another shape. Die baby because neemt something andere must come out. Omdat er iets uit moet komen. They call it stretch. En ze noemen het uitrekking. Your issue. Uw probleem must change. Moet veranderen. The woman with the issue of blood. De bloedvloeiende vrouw. The Bible says, de Bijbel zegt. The blood was dropping out. Dat het bloed druppelde. And she said, en ze zei. If I'm bad, als me ik touch, alleen maar. Bad touch, alleen maar zou aanraken. She was moving, ze bewoog. Blood was coming en er kwam bloed uit. She was moving, ze ging voor. Blood was en er kwam out, bloed uit. She was moving, ze beweeg. Short, kortom. The only thing she knows, het enige wat ze wist. Touch, was als ik alleen moved, maar hem kan aanraken. She didn't care whether she would die. Dat betekent niet dus dat het haar interesseerde of ze I door call zou it sterven. Stretch. En dat noem ik uitstrekking. Stretch. Because you trust him. Strek je uit omdat je hem vertrouwt. You believe in him. Je vertrouwt op hem. That what he say, dat wat hij zegt. He's able to do dat it. Hij bij macht is om when te kunnen doen. Stretching, wanneer je uitstrekt. You don't need to look at the winds. Hoef je niet te kijken naar de winden. Osha. Watch this. Neman. Neman. Kijk naar Naaman. Say faith. Zeg geloof. Say faith. Zeg geloof. Say faith. Zeg geloof. Look at your neighbor. Kijk naar je buurman. Say you need faith. Zeg je hebt geloof nodig. To stretch. Om je uit te strekken. Say you need knowledge. Je hebt kennis nodig. To stretch. Om je uit te strekken. And while you are stretching. En terwijl je uitstrekt. Look at Jesus. Kijk dan naar Jezus. And the Syrian had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel, a little maid, and she waited on Naaman's wife. She was a waiter. Sometimes, soms, you brought people in your life. Breng je mensen in je leven. You call them slaves. En je noemt ze slaven. But they are your door. Maar ze zijn wel je deur. They are your door. Ze zijn je deur. They are the door. Zij zijn de deur. Of your miracle. Van je wonder. And verse 3. Verse 3. How many of you are here? Now you must get these things. Je moet deze dingen grijpen. The Lord says stretch. De Heer zegt strek je uit. He means stretch. Dat betekent strek je uit. He means stretch. Dat betekent strek je uit. It's very important. Het is heel erg belangrijk. A prophet said to me. Een profeet zei tegen mij. He took me into a perfume store. Hij nam me mee naar een parfumwinkel. And he told me, en hij zei tegen mij. I don't wear any perfume. Ik draag niet zomaar een parfum. I said, why? Ik zei waarom. He said, they make my perfume. Zei ze maken mijn parfum. I said, really? Ik zei echt. He said, yes. He said, Jean-Pierre. Zeg Jean-Pierre. When it comes to you, wanneer het aankomt op u, take care of you. Zorg dan goed Nobody voor jezelf. Can take care of you better than you can take care of you. Niemand kan goed, beter voor je zorgen dan dat jij zelf dat kan. But it's perfume. Maar zijn parfum. I don't want to talk about the price. Daar wil ik de prijs niet van benoemen. And he was showing me. En hij liet me zien. Say, until you stretch yourself. Totdat je jezelf uitstrekt. Into that kind of belief. Naar zulk soort geloof. You will never buy such a perfume. Zul je ook nooit zo'n parfum kopen. And the Bible says. De Bijbel zegt. And she said unto her mistress, will God, my Lord, were with the prophet that is in Samaria, for he will recover him of his leprosy. Now watch this. And one went in and told his Lord, saying, thus said the maid, that is of the land of Israel. Verse 5. And the king of Syria said, go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. Continue.
And he brought the letter to the king of Israel, saying, "Now, when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman, my servant, to thee, that thou mayest recover him of his leprosy." Verse 7, and it came to pass, I'm looking at my time, 4 o'clock sharp, I'm done. En ik kijk naar mijn tijd, om 4 uur scherp ben ik klaar. I'm now more keen to time, more than any person. En ik ben me nu meer bewust van tijd. So that people can go home early. Zodat mensen ook op tijd naar huis kunnen gaan. And do what they want to do. En doen wat ze moeten doen. But we in this church. Maar wij in deze kerk. We always love fellowship. We houden altijd so van stay. Gewoon lekker met elkaar om te gaan. Lekker gesprekken te hebben. Dus dan blijven we hier altijd maar. Hè? Hallelujah. But that is what I decided this new year. Maar dat is wel wat ik heb besloten voor het nieuwe jaar. I just want to do some things different. Ik wil de dingen anders aanpakken. And it came to pass. The king of Israel had read the letter. That he rent his clothes. Well, he wasn't supposed to do that. En dat moest hij dus eigenlijk niet because doen. It's not in his ability to do that. Want het zat hem niet in zijn now, kunnen go to verse 8. Nou, laten we gaan naar vers 8. That is human effort. Human maar effort. Dat is menselijke inspanning. When it comes to human being, you are always frustrated. You are doing your best. Ja. En als de mens aankomt. Then you found out that God doesn't need your best. Die doen hun best, maar God hoeft niet, vergt niet van jou dat je je best doet. Then you get angry. Don't you see I'm doing this? Don't you see I'm doing this? God say, who ask you? God zegt, ja, maar wie heeft okay, dat van jou gevraagd? And it was so. When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king saying, wherefore hast thou rent thy clothes? Why? Waarom heb je je kleren gescheurd? Why did you do that? Waarom heb je dat nou weer gedaan? You have been frustrated because of your ability. Je bent gefrustreerd omdat je eigen kinderen, maar niemand heeft iets van je gevraagd. How many of you have been frustrated? Oh papa, I think I have. Oh, I get the trophy. I get the trophy for this one. I got many t-shirts in my closet. Yeah. All different colors. Yeah. George Nana, how are you doing? George Nana is reading the Bible. That's powerful. And the Bible says that he sent to the king saying, wherefore hast thou? And verse 9. So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger. Go and wash 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. So what did Elisha do? Dus what did Naaman do? Naaman got angry. Naaman werd boos. Because he was being stretched into something he wasn't used to, or something he doesn't like. Stretching has nothing to do with your ability. It has to do with you trusting God. That as you obey him, he will do what he says. En hij werd dus kwaad omdat hij uitgerekt werd om iets te doen wat hij helemaal niet leuk vindt. En uitrekken heeft dus niet te maken met wat u wel of niet leuk vindt, maar dat u verder gaat dan wat u kunt zien. En dat heeft te maken met dat u gehoorzaamt om het resultaat te krijgen. Stretching is the testing of your faith. En uitrekken is het beproeven van uw geloof. And whenever you are being stretched, en wanneer je uitgerekt wordt, you are being stretched by God. Dan word je uitgerekt to door God. Believe him for something. Om hem te vertrouwen stop voor looking iets. At others, what they are saying. Kijk dan niet naar anderen wat zij dan zeggen. They will discourage you. Want zij zullen je dan ontmoedigen. One, God is dealing with you, not Eén, with them. Omdat God te maken heeft met jou en niet met hun. God's dealing with Cheryl. God een bemoeienis met Cheryl is different from the way he would deal with Quentin. Is anders dan de manier hoe hij zich zal bemoeien met Quentin. Though we are all in the same church. Ook al zitten we wel allemaal in dezelfde kerk. God knows what Cheryl needs. God weet namelijk wat Cheryl nodig and heeft. And knows what Quentin needs. En hij weet wat Quentin nodig heeft. So, dus all of them have to believe God. Alle van ze moeten God vertrouwen. Based on their needs. Gebaseerd op hun and noden. And their instructions can be different. En daarvan kunnen dus de instructies verschillen. But there is one factor. Maar er is één factor. They want it. Die ze allemaal nodig to hebben. To make sure it comes to pass. Om ervoor te zorgen dat het stand komt. Faith. Is geloof. They all
all will need faith. Ze hebben allemaal geloof nodig. It doesn't matter. Het maakt niet uit. How old? Hoe? Cheryl has been in church. Cheryl al in de kerk of is. Quintin has been in church. Of hoe lang Quintin wel niet they in de kerk will all is. Need faith. Ze hebben allemaal faith geloof nodig. Is the currency. Want Gods geloof. That God has given you is to de valuta. Buy anything you want. Gods geloof is de valuta die u en God u heeft gegeven om te kunnen kopen wat je maar wil. To have anything you want. En om alles maar te krijgen wat je nodig hebt. To change the things you don't like. En om dus de dingen te kunnen veranderen die je niet leuk vindt. Faith. Gods geloof. Oh, my rent. Oh, mijn huur. Is this. Is dit. I don't have enough money. Ik heb niet genoeg geld. I have good news for you. Dan heb ik goed nieuws voor je. I do not have enough money either. Ik had ook niet genoeg geld. When I had a house to go to to stay in Buitenvelde. Toen ik een huis moest hebben in Buitenvelde. By the way. En trouwens. We had no kobo. We hadden geen cent. I came back from South Africa. Ik kwam terug uit Zuid-Afrika. Our savings account was laughing at me. En onze spaarrekening keek ons lachend account uit. At me. There was nothing in it. En want er stond niets op. Everything finished. Alles was op. Then I came back. En toen kwam ik terug. I'm telling my wife. En ik zei tegen mijn vrouw. We're gonna get a house. We gaan een huis nemen. I think she was surely looking at me like this. En ze keek me precies zo aan. A house. Een huis. Okay. And then she was looking. En toen keek and ze. We got the house. En we kregen het huis. Now. En nu. We need to pay. Moesten we ook betalen. God said, it's your house. God zegt, het is uw huis. The funniest thing is, het grappigste van everybody is, fall off. Dat we even had to make a choice between two houses. En we zelfs een keuze moesten maken tussen twee huizen. As a child. Jeetje. As I went into the house. Terwijl ik het huis binnenstapte. I said yes. Zei ik ja. Money came. En toen kwam het geld. If I never made the steps of faith. Als ik nooit de stappen van geloof had towards gemaakt. Towards the prophetic word. Richting het profetisch woord. There'll be no money. Was er geen geld geweest. God is not dealing with you based on your standard. God handelt niet met u vanwege uw maatstaf. He came to your level. Hij is naar uw niveau to move gekomen you to his level. Om u naar zijn but niveau for you te trekken. To operate into the supernatural, maar voor u om te opereren in het bovennatuurlijke. You have to flow by faith. Moet u stromen door geloof. Faith means, geloof betekent I can't do it, dat je het zelf but niet I kan trust doen. His ability to do it. Maar dat je vertrouwt op zijn kunnen om het te kunnen doen. Faith means geloof betekent absolute dependence on him. Absolute afhankelijkheid van hem. On what he has already done. Hij al reeds heeft gedaan. That he will make it manifest. En dat hij het dus zal laten manifesteren. In this natural realm. In deze natuurlijke atmosfeer. I call it stretch. En dat noem look ik uitstrekking. But Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought he would surely come out to me and stand. And call on the name of the Lord his God. And strike his hand over the place. And recover the leper. Watch this. And not Abana and Fapa, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel. So what happened? Wat gebeurde er? He began to reason. Hij begon nu te redeneren. Yeah. Instead of him to believe. In plaats van dat hij vertrouwde. He began to reason. Nu begon hij te redeneren. Instead of him to believe. In plaats van dat hij erop vertrouwde. And that is our problem. En dat is precies ons probleem. Stretch means. Uitstrekken betekent. Believe God beyond your capacity. God vertrouwen verder dan uw eigen capaciteit. Beyond what you can do. En dus verder dan wat u kunt doen. If you can do it, you don't need God. Als jij het kan doen, had je God dus niet nodig. That's why. Daarom. Stretching. Uitstrekking. Takes you out of your comfort zone. Haalt u uit uw comfortzone. You may even feel the pressure. U mag misschien zelfs de druk ervan voelen. But that is the place where you trust him. Maar dat is juist de plaats waar u moet vertrouwen. Say trust him. Zeg vertrouwen. Say trust him. Zeg vertrouwen. So now let's see Naaman. Dus nu laten we Naaman bekijken. So he turned and went away in a rage. At least expect that. That is what Pastor Warner asked me. Ja, en ik had niet eens verwacht dat dat was wat God, wat Pastor me daar zou vragen. I'm not gonna do it. Nee, dat ga ik dus niet that doen. Is really nonsense. Want dat is echt onzin. It's just the testing of your faith. Ja, maar dat is uw beproeving van geloof.
Because faith is what connects you into the supernatural. Want geloof is wat u de connectie geeft tot het bovennatuurlijke. Say stretch. Zeg oprekking. Say stretch. Zeg uitstrekking. And the Bible says in verse 13. And the servant came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid thee to do some great thing, what is that? If the prophet said, for you to be healed, bring 10,000 this, you will do it. But he did not say that. He just told you to go wash yourself. En hij zei niet iets moeilijks, maar hij zei alleen maar ga jezelf wassen. Do you know why he did not do it? Weet je waarom hij het niet deed? One. Eén. The water looked dirty. Omdat het water er heel smerig uitzag. But he did not know that the water. Maar hij wist niet dat het water a symbol of een symbool was himself. Van hemzelf. Can I talk to you? Oh, well. One time. Op een keer. I was cleaning toilets. Was ik toilet aan het schoonmaken. I did it for long. En ik heb het lang gedaan. In church. In de kerk. And the Lord came to me. En de Heer kwam naar me toe. In a vision. In a vision. And I still wanted to clean toilets. En ik wilde nog steeds toiletten schoonmaken. He said, you will not clean it anymore. Ik zei, nu ga je het niet meer schoonmaken. I said, why? Ik zei, waarom? He said, because I'm taking you to another level of fellowship. Omdat ik je naar een ander niveau van omgang met mij zal nemen. Then I said, en toen zei ik, what do you mean? Wat bedoelt u daarmee? I was comfortable. Ik was zo comfortabel. Cleaning toilet. Met het schoonmaken and van toiletten. To me, en hij zei tegen mij, you can't come where I am. Je kunt niet komen waar ik ben. Still cleaning. Nog steeds als je aan het schoonmaken cleaning bent. Cleaning toilets. En het schoonmaken van toiletten. I asked him another question. Toen stelde ik hem een andere why? Vraag. He said, let some other people do it. Hij zei, laat nu andere mensen dit doen. I asked him again another question. En ik vroeg question. Hem weer why are they doing it? They are cleaning their life. Waarom? Omdat ze hun leven schoonmaken. Say, but you, maar u, you have passed that stage. Bent die fase voorbij. Come to another kom level. Nu naar een ander niveau toe. Then I understood. En toen begreep ik dus that in the spirit, dat in de geest, there are some things we do. Er bepaalde dingen zijn die we doen. That some people don't like to do. Die sommige mensen niet like leuk you come vinden to church, you don't want to clean. Dat je naar de kerk komt en je wil niet schoonmaken. But you don't know. Maar je weet dan it niet speaks of your own life. Dat dit spreekt van uw eigen leven. Because in service, want in dienstverrichting God walks in your life. Werkt God juist in uw leven. In service. In dienstverrichting. He only cleans you because you are serving. Hij reinigt u alleen maar omdat u aan het dienen bent. Are you getting this? Begrijpt u dit? So Naaman. Dus Naaman was jumping into something that looked like him because leprosy it means spiritually you are not born again. You are unclean. En hij sprong dus in iets wat om hem leek. Want melaatsheid betekent dat je niet wederom geboren bent. En dat je dus onrein bent. And the water that he was jumping in en het water waar hij in sprong. Means betekent the water of God. Het water van God. The one that has the power. Degene die bij macht to is clean you. Om u te reinigen. And the water that he called clean. En het water wat hij rein noemde. To God, it was dirty. Was voor God heel vies. Are you getting me? Begrijpt u mij? And that is our problem. En dat is precies we see everything from the natural. We zien alles maar vanuit een natuurlijk standpunt. Look at this thing. And verse 14. Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God. And his flesh came again like unto the flesh of a little child. This text, you can take it if you feel deze like your body is becoming cranky. You can use this text and you can pray with God can renew you like a baby. But another day, not today. And he was clean. En hij werd rein. His faith was tested. Zijn geloof werd op de proef gesteld. When he stretched himself. En toen hij zichzelf uitstrekte. God did the impossible. Deed God het onmogelijke. When he stretched himself, toen hij zichzelf uitstrekte, God went beyond. Ging God verder. See something. En zie iets. In Mark chapter number 5. In Marcus hoofdstuk 5. Say faith. Zeg geloof. And they came over onto the other side of the sea, into the country of the Gadareans. And when he was come of the ship, immediately they met him out of the tombs, a man with an unclean spirit. This man had an unclean. En deze man had een onreine geest.
Before I'm going to Mark. Voordat ik naar Marcus toe ga. Before I'm dealing with unclean spirit. Voordat ik de onreine geest behandel. Thank you, Jesus. But now something happened with this man. Maar er gebeurde nu iets met deze. When he met Jesus. Toen hij een ontmoeting had met Jezus. My Bible says. Daar zegt mijn Bijbel. Even in his state. Dat zelfs in die staat. He bowed down. Boog hij neer. Maar, to receive a miracle. Om zijn wonden te kunnen ontvangen. He bowed down. Hij boog. He stretched. Out of his madness. Vanuit zijn gekte. To receive a miracle. Om een wonder te kunnen ontvangen. But you know something? Maar weet u iets? Some of us will say. Sommigen van ons zouden kunnen zeggen. Some of us will say. Sommigen van ons zouden zeggen. Well. Nou. I cannot do it. Ik kan het niet. But you still have a will of your own. Maar u heeft nog steeds uw eigen wil. You still have a will. U heeft nog steeds een wil. The Bible says, de Bijbel zegt. Jesus met somebody. Dat Jezus iemand ontmoette. That had problem with his arm. Die probleem had met zijn arm. This man could not do anything with his arm. En deze man kon niets met zijn arm doen. Jesus said, stretch forth. En Jezus zei, strek je arm uit. Your arm. That's what Jesus said. En dat is wat He Jezus said, zei. Stretch it forth. Hij zei, strek je arm the uit. Question is, en de vraag how can is, you be stretching something hoe kan je nou iets uitstrekken not working? Wat niet werkt? He says, stretch forth hij zegt, your arm. Strek je arm uit. That doesn't make sense. En dat is niet logisch dus. Do you know why it doesn't make sense? Weet je waarom het niet logisch is? Because. Omdat. That is not what you expect to hear. Dat is niet wat u verwacht te horen. Stretch will take you out of your comfort zone. Uitstrekken haalt je uit je comfortzone. You will do things you were not ready to do. Je zult dan dingen doen waar je niet klaar voor was. That's where most believers they fail. En dat is precies waar de meeste gelovigen juist falen. They don't want it. Omdat ze dat niet willen. Oh, how am I going to pay it? Oh, hoe ga ik het betalen? Did God say you should do it? Heeft God gezegd dat je dat moet doen? Do it. Doe het dan. When you obey him. Wanneer je hem gehoorzaamt. He will pay it. Zal hij het betalen? Yeah. When you obey, wanneer je me gehoorzaamt, he will pay it. Zal hij het betalen. Many years ago, vele jaren terug, I was in 33,000 euro debt. Zat ik in 33.000 euro schuld. When Mike Murdoch, toen Mike Murdoch said, zei, come and sow your first thousand. Kom uw eerste duizend zaaien. I hear the Lord say, en ik hoorde de Heer zeggen, go, ga. But it was really silly. Maar het is echt zo. Go where? Waar naartoe gaan? Bills you can't pay. Je kan niet eens je rekening You have been sleeping in the streets. Je slaapt op straat. You are running out of your house. Je rent je huis uit. That belasting is coming. Omdat je bang bent dat de belasting you komt. You were afraid of everything. Je was bang voor alles. Then now. Maar nu. Go for 1,000 euro. Ga en zaai 1,000 euro. I went. Ik ging. He gave me the money. Hij gaf me het geld. And I paid. En ik heb betaald. He did it. Hij heeft het gedaan. Stretch means come out of your comfort zone. Strek je uit betekent kom uit je comfortzone. Now, what is the reason why many believers don't like to stretch? Nu, wat is nou de reden waarom vele gelovigen zich niet van They look at the circumstances around them. And they say, I will not do it. For example, Matthew chapter number 14. I'm looking at my time. Bijvoorbeeld, Matthäus hoofdstuk 14. Ik kijk nog steeds naar mijn tijd. Verse 31. Vers 31. Let's start looking a little bit, some few scriptures ahead. Matthew 14. Laten we een beetje verder kijken. Matthew 14. It's a few scriptures behind, I beg your pardon. Ik doe een paar schriftgedeeltes naar achteren. Look at something here. Verse 17. 17. And they say unto him, Hmm.
go a little bit ahead. Yes, good. Let's start reading from verse 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit," and they cried out for fear. And Peter answered him and said, "Lord, if it be, bid me come unto thee on the waters." And he said, "Come." And he said, and I said, "Come." He said, come. I said, come. Now, what Peter was about to do, nu wat Peter op het punt he never te doen, did it. Had hij nooit before. Eerder gedaan. He never did it. Hij heeft het nooit eerder gedaan. Are you learning something? Yes. He never did it. Dit heeft hij nooit eerder he gedaan. Never did it. Before. He never did it. Hij heeft het sometimes nooit you came to church. Soms kom oh, you kerk. Are in church. Je bent in de kerk. They say go fellowship. En zeggen ga en heb gesprekken met iemand. Go talk to this brother. Ga praten met deze broeder. He said, I'm not used to. En zeg ja, maar daar ben ik niet aan gewend. What are you used to? Maar waar ben je wel aan gewend dan? Do you think we are here to deal with what we are used to? Om gewoon nog steeds hetzelfde mee te maken waar we altijd aan gewend zijn geweest? No. Nee. God wants you to be used to him, not God what you are used to. Wil dat je gewend wordt aan hem en niet waar jij aan gewend was. Are you getting this? Begrijpt u dit? Now watch this. Nu kijk dit. But straight away Jesus spake unto them, saying, "Be of good cheer, it is I." Then he said, "Come." And when Peter was come out of the ship, he walked on. He walked on. En hij liep op het water. Because he believed. Omdat hij vertrouwde. Let's see what happened. Kijk wat er gebeurde. After that. Nadien. But when he saw the wind, instead of looking at the vision, in plaats van te kijken naar de visie, he started to look at another vision. Begon hij nu te kijken naar een andere visie. Instead of holding fast to the word, in plaats van zich vast te houden aan het woord, he started to hold fast to the circumstances. Begon hij zich nu vast te houden aan omstandigheden. And that is our problem. En dat is precies ons probleem. Move. Beweeg. Means move. Betekent kom in beweging. You see, let me tell you. Don't be flimsy. Anytime God comes to you and talk to you, God expects you to have a sense of urgency. En wees niet altijd zo lichtzinnig. That can happen to you. For example, God came to Lot's wife and told Lot's wife, "Leave Sodom and Gomorrah. Leave." En wees niet altijd zo lichtzinnig als God naar u toe komt en u iets zegt. Want God ging naar Lot toe over Sodom en Gomorra en hij zei tegen hem, ga daar weg. Do you know? Weet u nog? Lot did not even know where he was supposed Lot to stay. Niet eens wist waar hij moest gaan wonen, hè? But all what he knew, maar het enige wat hij wist, something is about to happen. Was dat er iets let moest gebeuren God. En dat hij God echt moest gehoorzamen. Look at his wife. Kijk naar zijn vrouw. Why others were moving by faith. Terwijl anderen bewogen door geloof. They were stretching and going. En zij strekte zich wel uit en ze gingen. She looked back. Keek zij om. And then she became. En ze werd toen een zoutpilaar. When you go to Israel. Wanneer je gaat naar Israël. When you go. Wanneer je gaat. People will still tell you about. Dan zullen mensen je nog steeds vertellen over. That lady. Die dame. Pillar of salt. Zoutpilaar. She became a monument. Ze werd een monument. Why? Waarom? When God is stretching you. Wanneer God u uitstrekt. And you don't want. En u wilt het niet. You become. Dan word je dus. A statue. Een standbeeld. You are not moving. Dan ga je dus nergens naartoe. You are not walking. Dan ga je dus niet bewegen. You may be even be thinking. Dan kan je misschien denken. It's God. No, don't worry. I have to do this. I have to do that. I have to do that. Let me tell you. That is not what he told you. Dat is niet wat hij u heeft gezegd, hè? He just said move. Hij zegt ga. Move means. En ga betekent ga. Move means. Move means. Kom in beweging betekent kom in beweging. Stop thinking with God. Houd ermee op om te redeneren met God.
God is stretching you out. God strekt u uit. Because he wants to expose you to a miracle. Omdat hij u een wonder wil tonen. You are still. U bent nog steeds. In your senses. In uw zintuigen. To do things the way you om want. De dingen aan te pakken zoals u dat wil. Look at Peter. Kijk naar Petrus. Petrus. Start to sink. Begon te zinken. But why? Maar waarom? Why was he sinking? Waarom was hij aan het zinken? Just because. Omdat. He refused to believe. Hij weigerde om te Then vertrouwen. Then he started to believe. En toen begon hij te vertrouwen. In the circumstances. De omstandigheden. Are you surprised? Bent u dan verrast? While you had a prophecy. Waar u een profetie hebt It gehad. Too long. En het te lang duurt. Are you sure? Weet u zeker? You are really responding. Dat u echt wel reageert. To what the Lord is saying. Op datgene wat de Heer zegt. Are you sure? Weet u dat wel zeker? Or you are still thinking things. Of bent u nog steeds dingen aan het bedenken. Out the way you want. Zoals u dat wil. Look at Peter. Kijk naar Petrus. I'm going to take you to another text very soon. Ik ga u heel gauw naar een andere tekst nemen. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried saying, Lord, save me. But the word of God was already his salvation. Was al zijn redding. The moment he took his eyes. Het moment dat hij zijn ogen afhaalde. Of the word. Van het woord. Into his circumstances. Naar zijn omstandigheden toe. He started to sink. Begon hij te zinken. Stretch. Strekking. Means. Betekent. Depend on God. Dat je volledig afhankelijk moet zijn van God. Because God. Want God. Will not introduce you to something you are not used to. Wil u introduceren aan iets wat u niet gewend bent. And the only way to receive it. En de enige manier hoe u dit kunt ontvangen. Is to trust him. Is door op hem te vertrouwen. Look at the children of Israelites. Kijk naar de kinderen van Israël. When they left Egypt. Toen ze Egypte verlieten. See what happened. Kijk wat er gebeurde. Exodus 14. Exodus 14. Oh, my time is finished. Mijn tijd is voorbij. Say stretch. Zeg uitstrekking. Let's start reading from verse 14. Laten we beginnen te lezen vanaf vers 14. And the Lord. Let's see 12. En laat het Do this fast because I'm closing exactly 4. Ik ga precies om 4 uur voor afsluiten. It's not this the word that we did tell thee in Egypt saying, let us alone that we may serve the Egyptians. Now they have left Egypt by the power of God. En nu hebben ze Egypte verlaten. How do they left Egypt? Hoe verliet they believed Egypte? Moses. Ze vertrouwden op Mozes. When Moses told them. Toen Mozes ze zei. Put the blood on the doorpost. Smeer het bloed op de deurposten. Go borrow. En from the Egyptians. Van de Egyptenaren. Go tell Pharaoh. Zeg tegen Farao. We are going to worship. We gaan in aanbidding. All those things were impossible. Al die dingen waren onmogelijk. Now they have left Egypt. En nu hadden ze Egypte verlaten. They have left Egypt. Ze hadden Egypte verlaten. On their way to the promised land. Onderweg naar het beloofde land. They saw the Egyptians coming. Zagen dat de Egyptenaren ze achterna kwamen. And then they said to Moses. En toen zeiden ze tegen Mozes. Let us die in Egypt. Nee, dan had je ons toch beter laten kunnen sterven in Egypte. Stretch. Uitstrekking. They were not willing to stretch. Ze waren niet gewillig om zich uit te strekken. Now watch what happened. Nu kijk wat er gebeurde. Moses himself started to cry. Moses zelf begon nu te huilen. That we may serve the Egyptians, for it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Continue. Laten we verder gaan. Continue. The Bible says, and Moses said to the people. Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. Continue. And the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Continue. And the Lord said unto Moses, Why, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Look at me. Kijk maar. Without stretching. Zonder uitstrekken. This year. Dit jaar. You can't progress. Ga je niet vooruitgang boeken. You cannot progress. Anders kan je geen vooruitgang boeken. Nobody makes progress. Niemand boekt vooruitgang. Without stretch. Zonder uitstrekking. How many mothers are here? Hoeveel moeders zijn er hier? Good. When the baby was in your womb. Toen die baby in je baarmoeder was. How comfortable were you? Hoe gemakkelijk had je het toen? Talk to me. Kijk maar aan. What? What? Your emotions. And did you slap the emotions? En heb je die emoties geklapt? When you go home today, ask your mother. How did she do it? Vraag je moeder hoe ze het heeft gedaan.
They will tell you. Ze gaan je precies zeggen. Daily they were going through stretching. Dat ze dagelijks. One day they got up, they frowned their face. Ze werden uitgerekt. Then another day. De ene dag worden ze chagrijnig. They feel like they don't want to talk to nobody. De andere dag willen ze met niemand praten. And then another day. En een andere dag weer. Why? Waarom? They are experiencing something uncomfortable. Ze iets heel ongemakkelijks ervaren. But that must happen. Maar dat moet plaatsvinden. For the baby to come out. Voor de baby om eruit te komen. The baby to grow. En voor de baby om te groeien. So watch this. Dus kijk dit. Let's see what God does. Laten we kijken wat God doet. But lift up thy rod and stretch out. And what? Stretch out. No, I was thinking God will say, Moses, thank you for crying. Then God will come to him and say, no, this is my brother, you know, face. Nee. We live in the same house. Ja, want we wonen toch in hetzelfde huis. And then we tap him. En dan tik ik hem op zijn schouder. It's okay, it's gonna be fine. Zeg, ja, het gaat allemaal wel goed komen, God gave him instructions. Nee, God heeft hem gewoon een instructie something gegeven. That iets he dat will not like to do. Hij niet leuk vindt om te doen. Because why would God? Want waarom zou God? The Egyptians are behind. De Egyptenaren zijn they achteraan. They are coming with their horses. En ze komen eraan met hun you ruiters. You are thinking that God will just release thunder. En jij denkt, oh, God gaat wel even de donder loslaten. Lekker makkelijk. How many of you will be thinking like that? En hoeveel van u zouden denken? I call thunder from heaven. Ja, ik noem de donder uit de hemel. But this is what God did. Maar dit is wat God deed. Stretch out. Strek uw hand uit. That was faith. Dat was geloof. Moses needed to trust God. Moest God vertrouwen. That what he is about to do. Wat hij op het punt stond te doen. Will work. Dat zou werken. Ja. Moses. Never you. Shift the word of God for your senses. Schuif het woord van God nooit af voor uw zintuigen. By the way, for the word of God to work for you, you must first brainwash you. En voor het woord van God om voor u te werken, moet het u eerst hebben gehersenspoeld. Write it down. En dan mag je opschrijven. Voor het woord van God voor u te werken, moet het eerst u hebben gehersenspoeld. It must first brainwash you. Het moet u eerst hersenspoelen. As long as your brains are still intact. Zolang je hersens nog steeds intact zijn. You are not ready to follow God. Ben je niet klaar om God te volgen? Because why should you be following a God? Want waarom zou je een God moeten volgen? That will tell you stretch forth your hand. Die zegt strek je hand uit. Go lay hands on the sick. Leg de zieke de handen op. They will recover. En dan zullen ze genezen. Does that make sense? Is dat logisch? What is with your hand that you have to lay on somebody? Wat is met jouw hand dat je op iemand moet leggen en dat die persoon dan geneest? So you must first be brain. Dus je moet eerst gehersenspoeld worden. Look at it. Stretch forth thine hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on a dry ground through the midst of the sea. Let me see what I did. And I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them, and I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his hosts, upon his chariots, upon all his horsemen. Continue. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. So every time that God is stretching you, dus it's because God u uitstrekt, is het omdat he want to get some honor hij eer out of it. Eruit wil halen. And also he want to honor you. En ook wil yes. Hij u eren. Oh my God. There is no pregnant woman. Er is geen enkele zwangere vrouw. That feels so much joy. Die heel in veel pregnancy. Vreugde voelt ten tijde van de but you see when the baby comes. Maar wanneer die baby eruit and komt. The baby is in the hand of en die baby the lady, ligt in de handen van de dame. She forgets the pain. Vergeet ze al haar pijn. And you see her teeth. En dan zie je haar alleen maar lachen. All of a sudden. Plotseling is het. Oscar. Alleen maar blijdschap. Oscar. Hij is zo lief. Skatico. But you forgot that you were surely insulting people. Why? Yeah. Why you were back? Maar je was vergeten dat je iedereen had beledigd toen je nog zwanger was. You'll be very shocked how these things happen. Scott. Sweetie Petey. So what happened? God has gotten honor. Dus and God has also honored you. En God heeft u ook our theme is honor en ons thema is eer en glorie.
stretching, no growing. So if you say you want God to honor you, dus als je wil dat God be ready for the wees dan gereed voor de uittrekking. Do you see how simple the Bible is? Zie hoe simpel de Bijbel is. And that is your faith. En dat is je geloof. You know, in the afternoon I was sharing them my story. I went to sit down. God said all the things you were telling them is faith. En al die dingen die je ze hebt verteld is geloof. It was because you trust me. That's why you gave the seed to me. It was because you trust me. That's why you sowed the seed. It was because you trust me. That's why this building is still open. Gebouw open blijven. It would have closed down since. Anders had het al sinds niet gesloten. By the way, you are in the south, so the rent is not cheap. Dus de huur is niet. Hier is niet goedkoop. It is faith. Het is geloof. Trust in God. God vertrouwen. Say stretch. Zeg strek je uit. Say stretch. Strek uit. Slap your head. Klap je hoofd. Say this year. Dit jaar. Mine. Verstand. Be renewed. Wees vernieuwd. Say with the word of God. Met het woord van God. And be quiet. En wees stil. En gehoorzaam. Say stretch. Strek je uit. Look at what is happening. Look at this thing. That's why when you are down in your life. En daarom als je neerslachtig bent in je leven. Go to somebody that will put faith in you. Moet je naar iemand gaan die geloof in je propt. Go to somebody that will put faith in you. Ga naar iemand toe die geloof in je stopt. Instead of the person to tell you. In plaats van die persoon tegen je zegt. No, come up, come up. Nee. Come up. Kom op. Don't stay there. Je moet niet daar blijven bezig. Move forward. Stop. You are taking too long. Move forward. Het duurt te lang. Stop. You need those kind of friends. Zulke soort vrienden heb je nodig. That is the kind of people you need. Dat zijn de soort mensen don't die je nodig get angry hebt. With them and say je moet niet boos op ze worden. No. Ze proberen je te pushen. They are helping you. Ze helpen je. They are helping you. Ze helpen je. Look at this thing. And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them. Who shifted this thing to where I am? Where was I? Thank you. 19. And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them. And the pillar of cloud went from before the face and stood behind them. Continue. Well, I want to just get you to the place where the sea divided. And when it divided, in twee split, why the children of Israelites, terwijl de kinderen van Israël, when they were walking in that water, toen ze wandelden tussen dat water, they were still thinking the water would take them. Dachten ze nog steeds dat het water ze zou opslokken. Say stretch. Because. Put the text for me, my daughter. When they were walking in that water, they were crossing on the dry ground. Tussen dat water op droog grond liepen. Kijken ze naar de zijkanten van het water. Even penguin could do it better than them. Zelfs een penguin kon het nog beter doen. Met zijn geschuifel. But you see, God was not even depending on them. Maar he was God was niet eens Moses afhankelijk faith. Van hem. Maar hij was afhankelijk van het geloof van Mozes. Your leader's faith. Het geloof van je leider. Sometimes can carry you past a place which you can't pass by yourself. Dragen dan een plaats waar je zelf niet verder kan. Because gaan. It was Moses that stretched the rod. Want het was Moses. That means if you put the rod down. Dat betekent dat als hij zijn staf neer had gelaten, all of them would drown. Dat ze allemaal but dus he stretched the rod. Maar hij strekte die staf uit. Today I stretch my hand. And I declare in your life. En ik verklaar in uw leven. Let anything that is laat in your life. Alles wat er zit in uw leven. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. That must give way. Dat uit de weg moet gaan. For you to have a perfect way. Om een doorgang te this hebben. Year. Dit jaar. Let that be your story. Laat dat uw verhaal zijn. Declare in the name ik of Jesus. Verklaar in de naam van Jezus. Let any red sea. Laat elke rode zee. In front of you. Voor u dus. Let it give way. Open splijten. In the name. Of Jesus. Van Jezus. In the name. Of Jesus. Van Jezus. Anything that must give way. Alles wat uit de weg moet gaan. For your husband to come. Voor uw echtgenoot om te komen. Let it go.
Laat het wijken. Anything that must give way. Alles wat uit de weg moet for gaan. Your business. Voor uw bedrijf. To spring forth. Om voort te komen. Let it go. Laat het wijken. Anything that must give alles way. Alles wat uit de weg moet for gaan. Your wife to voor come. Uw echtgenoot om te komen. Let it go. Laat het wijken. Anything that must give way. Alles wat uit for de weg moet job gaan. To come. Voor uw baan om te komen. Let it go. Laat het wijken. Anything that must give way. Alles wat uit de weg moet gaan. So there should be financial release. Voor financiële vrijzetting. In your life. In uw leven. Let it go. Laat het wijken. In the name. In de naam of Jesus. Van Jezus. Anything that must give way. Alles wat uit de weg moet gaan. Enter into your own voor u, om uw eigen huis in te gaan. Buy your house. Uw eigen huis te kopen. Buy your own car. Uw eigen park te kopen. Ik verklaar. Let that thing give way. Laat dat ding uit de weg gaan. In the name. In de naam of Jesus. Van Jezus. I speak. Ik spreek. A release. Een vrijzetting. And I prophesy. En ik profeteer. You are going over. Je gaat over. To the other side. Naar de andere kant. You are going over. Je steekt over. To the other side. Naar de andere kant. You are going over. Je steekt over. You are entering your house. Je gaat je huis in. You are getting married. Je gaat you are trouwen. Getting a new job. Je krijgt je nieuwe baan. You are entering a new car. Je gaat je nieuwe auto in. You are being settled. Je bent gezetteld. Je steekt over.